Heel extreme shoppen gewoon. Hi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video van Action. Ik ben Rosalie en wie weet ken je me al van een paar video's geleden. In de videobeschrijving staat trouwens gelijk ook weer een link naar mijn kanaal. Ik maak zelf ook YouTube video's en het gaat voornamelijk over school en een paar vlogs. Dus ben je daar geïnteresseerd in, kijk zeker weten even op mijn kanaal. Vandaag zijn we naar de Action geweest en heb ik een hele leuke challenge opgenomen. Toen ik in de auto zat wist ik nog niet wat we gingen doen. Maar op een plaats van bestemming heb ik uiteindelijk de challenge gehoord. Kijk maar even snel mee hoe dat ging. Ik hoor dus nu welke challenge ik mag opnemen in de winkel. Dus we gaan zo de winkel binnen. Alleen ik weet dus niet wat we gaan doen. Dus je mag het gaan vertellen aan me. 10 minuten. Oké. En het is geen categorie of iets? 10 minuten, oké. Gaat dat nu in? Gaat zo in. Oké. Heel extreme shoppen gewoon. Nou, de timer gaat aan. Oké, let's go. 10 minuten dus. Landje. Oké, ik heb 10 minuten. Oh, ik vind dit leuk. Oh nee, wacht. Ik weet het niet. Oh, meestal heb ik meer tijd om even te kijken. Oh, jeetje. Ik ben er toch niet voor gemaakt, jongens. Oh, hier ben ik zo slecht in. Ik weet gewoon niet wat ik wil halen. Oh, dat vind ik zo lastig. We hebben hier allemaal woonaccessoires. Ik vind dit heel leuk. We hebben hier van dit soort mandjes. Oeh, kaarsen, dat is ook altijd goed. Ze hebben hier dus echt mega veel kaarsen. Bijvoorbeeld dit. Ook van dit soort kaarsjes. Hoeveel? 2 minuten? Oh, 7. Oké, wacht. Oké, we gaan door. Oh ja, dit vind ik altijd leuk. Van die lipmaskertjes. Oeh. Deze golden dingen. Dat is ook helemaal leuk. Dit is moeilijk. Dit is echt niet normaal. 6 minuten. Droog shampoo, droog shampoo, droog shampoo. Oeh, ik wil eigenlijk nog een lekker shampootje. Oeh, ik vind dit zo lastig. Oh, kijk wat ik tegenkom. Zo'n bondkleedje. Hoe leuk. Oh, dit vind ik heel leuk. Dit ga ik denk ik meenemen. Ik heb nu nog 4 minuten. Ik ben nu bij de kaarsafdeling zoals je ziet. Oeh, dat is ook leuk. Daar heb ik geen budget voor. Oh, nog meer kaarsen. Ik heb nog 2,5 minuut. Dit is wat ik nu allemaal heb geshopt. Nee, ik denk dat ik helemaal geen 50 euro heb. Maar ja, voor 2 minuten kan ik echt niet meer door die winkel. Ja, nog 1 minuut. Oké, ik heb nog 1 minuut. Ik ga toch nog een kleed halen. 1 minuut, nog 1 minuut. Oké, laten we voor... deze gaan. Ja. Ik heb nog 29 seconden. Nou, dan ga ik denk ik maar afwachten. 29 seconden, ik heb het gewoon gehaald. Zoals je ziet, 10 minuten, het gaat best wel snel voorbij. Ik ben meestal echt zo'n persoon die eigenlijk heel goed nadenkt over dingen. Van, oh, misschien staat het wel leuk in mijn kamer. Of heb ik zoiets al? Of misschien is dit leuker. Een beetje zo'n twijfelachtig geval ben ik altijd. En nu had ik in 10 minuten daar helemaal geen tijd voor. Dus ik ga gewoon even snel laten zien wat ik allemaal heb geshopt. En ik denk dat ik eigenlijk wel goed ben geslaagd. Allereerst zag je dat ik bij de afdeling van de kleedjes kwam. En toen begon ik eerst, ja, dat ga ik gewoon niet nemen. En uiteindelijk heb ik me toch bedacht. En aan het eind heb ik toch snel nog een kleedje meegenomen. En dat is deze geworden. Ik hou wel een beetje van dat zachte fluffy. En ik vind vooral de kleur heel erg mooi. Er zijn nog veel verschillende soorten. Maar ik hou toch van een beetje dat basic. Dus dat is het kleedje geworden. En deze was €9,95. Ik had een budget van €50. Dus dit was eigenlijk al best wel een groot gedeelte. Maar goed, ik ben er wel heel erg blij mee. Je zal misschien denken, wat is dit? Nou, het zijn dus kaarsen. Ik ben in de winkel, had ik eigenlijk mezelf bedacht. En heb ik toch voor andere kaarsen gekozen dan die ik eerst had. Misschien niet zo'n slim idee, want 10 minuten gaat snel voorbij en wisselen van spullen kost veel tijd. Maar ik heb wel uiteindelijk de goede keuze, denk ik, gemaakt. Dit is namelijk een Warm Black Cherry kaars. En ik hou echt van kaarsenbranden in mijn kamer. Het geeft gewoon wat meer gezelligheid en warmte natuurlijk. Dus perfect voor de winter. En ik heb ze zelfs ook nog in een ander kleurtje. Deze vind ik zelf denk ik nog het allermooiste. Sweet Rose in Irish. Zo leuk. Kijk hoe gezellig het staat als setje. En ik weet niet of jullie ook vaak TikTok kijken. Maar ik heb dus echt een mega tip ontvangen van TikTok. En namelijk als je het lontje van je kaars ietsjes korter knipt dan hoe je hem meestal krijgt. Zoals gewoon als je hem in de winkel koopt. Dan brand je dus de hele kaars op. Dus dan is het de hele kaarsvet, dat brandt dus de hele tijd het kaarsje op. En ik heb dus altijd het probleem als ik kaarsjes brand, dat ik eindelijk, als die op is, nou ja, nog een helft eigenlijk erin zit, maar gewoon niet op kan branden. Dus dat is misschien een hele goede tip. Niet te kort knippen, want anders ja, dompelt die onder en dan kan je niet meer branden. Dus een beetje op gevoel knippen, niet te kort, niet te lang. En dan moet het helemaal goed komen. En deze waren €3,79, maar zoals je ziet is hij net zo groot als mijn hoofd. Dus ik denk dat ik wel een hele winter mee door kan. Dan heb ik iets gekocht wat ik eigenlijk niet meer had herinnerd. Zo snel ging het. Het is volgens mij een theedoos, maar ik ga het gebruiken als sieradendoosje. Ik vind het zelf heel erg leuk dat je er doorheen kan kijken. Dus kan je ook nog eens gelijk zien wat erin zit. En vooral namelijk ook met die kleine details. Ja, ik vind het gewoon heel erg schattig. Je kan het dus voor thee gebruiken of in mijn geval voor sieraden. En deze was €2,49, dus een mooi prijsje denk ik voor zo'n schattig doosje. Altijd als ik langs de Action ga, moet ik langs de beauty afdeling. En zoals je ziet, ik ben geslaagd. Het zijn gewoon een paar dingetjes die ik gewoon heel erg fijn vind van die essentials. Het zijn gewoon dingen die ik vaker ook zelf koop. Dus ik ben gewoon een beetje op mijn gevoel afgegaan. Ik dacht, nu moet ik dat gewoon meenemen in die 10 minuten. En allereerst heb ik hiervoor een sheet mask gekocht. Ik hou van maskertjes. En vooral van deze dingen. Die doe je gewoon op je hoofd en dan ben je gewoon klaar. Hoef je niet alles af te wassen of zo. Want je haalt hem gewoon eraf en ben je gewoon een heerlijk zacht huidje. Dus deze heb ik gehaald. Deze was maar 69 cent. Dus ja, dat kan je natuurlijk niet laten liggen. Dan heb ik nog iets van een maskertje. Maar dan niet voor je gezicht, maar voor je lippen. Straks als het wat kouder wordt, dan worden mijn lippen ook weer droger. Dus daarom heb ik dit masker gelijk gekocht. Leek me gewoon wel handig. Zo heb ik niet dat ik elke keer labellen moet smeren. Deze was zelfs nog goedkoper. 59 cent. Dus ja, je begrijpt, ook gelijk meegenomen. Dan nog meer maskertjes. En het sprak me gewoon aan dat er gold op stond. Je gaat het straks ook weer verder zien. Ik heb weer gouden spulletjes gekocht. Het is toch een beetje zo'n terugkomend thema. Dus ik moest het ook gelijk in mijn verzorging stoppen. Dus ik heb zo'n gold masker gekocht. Het zijn er 5 in totaal. Het zijn dus gewoon kleine maskertjes. Dus gewoon voor 1 keer in 1 gebruik. Je hebt er uiteindelijk 5, dus je kan hem 5 keer gebruiken. En je huidje wordt er helemaal lekker goud van. Hoe leuk! Deze waren 99 cent, dus voor 5 keer gebruik vind ik het eigenlijk best wel goedkoop. En dit is ook echt een mega tip voor de mensen die bij de Action soms even komen. Dit is heel erg handig voor als jij de douche stapt en gewoon handdoeken. Ja, ik heb altijd een haarhanddoek nodig, want mijn haar is altijd mega nat na het douchen. En dit is gewoon wat makkelijker. Het is gewoon wat kleiner meegenomen handdoekje. Je kan hem gewoon wikkelen zoals ook op de verpakking staat. En zo droog je haar dus ook wat makkelijker. Hoef je niet helemaal zo'n aparte grote handdoek over je hoofd heen te doen wat zwaar is aan je nek. Dit is gewoon wat makkelijker. Dus deze heb ik ook gehaald en die haal ik eigenlijk altijd. Deze was ook maar 89 cent en dan heb je gewoon 1 hele handige handdoek. Nou, ik heb allemaal spulletjes gekocht om mijn kamer helemaal gezellig te maken. Ook weer in het gouden thema. Helemaal weer terugkomend. En ik heb dus nu van die gouden kaarsen gekocht. Zelf ga ik die in een soort van kaarsenstandaard zetten. Dus ik ga ze denk ik ietsjes korter knippen dan ze nu al zijn. Maar dat moet ik nog even bekijken. Je kan het lekker gewoon lekker DIY'en. Vooral de kleur vind ik heel erg leuk. En misschien alvast leuk voor de kerst. Deze waren €1,68 en daar krijg je er 4 voor. Oh ja, dit is leuk. Mijn favoriete aankoop denk ik wel. Dit heb ik op het laatst nog even snel gehaald. Ik ben zo benieuwd wat erin zit. Je hoort het al. Het is best wel veel. Ik ga denk ik eentje met jullie samen openmaken. Het is eigenlijk een adventskalender. Dus ik moet het eigenlijk voor de dagen voor Kerstmis openmaken. Maar ja, eentje kan toch wel. Ik ben wel heel erg benieuwd. Oh, leuk. Kijk hoe gezellig. Oké, ja, dan gaan we gewoon wel nummer 1 openen. Ik vind dit zo gezellig. Dit ziet er echt heel luxe uit gewoon. Je hebt dus 24 vakjes. En dit is nummer 1. Ik zie het nu al helemaal voor me. Lekker met kerst gaan aftellen. En wat er in het vakje 1 zit is een mascara. Altijd goed. Dus eigenlijk kan je gewoon alvast je hele make-up routine pas klaarleggen voor de kerst. Oh ja, top. Beetje een dik borsteltje. Leuk. Deze was €14,95 en dan krijg je dus 24 make-up producten. Dus hoe leuk is dat? En gelijk een klein feestje elke dag. Dit is zo'n product die ik misschien niet had gekocht als ik wat langer de tijd had gehad. Want ik zou bij dit soort dingen vaker nadenken van, heb ik nog ruimte in mijn kamer om dit neer te zetten? Ik vind het wel echt een heel erg leuk product, want je kan hier echt gewoon die leuke kaarsjes opzetten. Hoe toepasselijk. Of bijvoorbeeld, nou, ik kan zo gek niet bedenken of je kan het opzetten. Bijvoorbeeld sieraden of zo. Maar ik zie nu al, als ik rond mijn kamer kijk, ja, dat past gewoon niet meer. Ik heb gewoon veel te veel zware staan. Maar het is wel heel gezellig. Dus ik heb deze ook gehaald. En je ziet ook op dit plaatje al hoe je het een beetje kan stylen. Dus ook met cactusjes. Helemaal naar je eigen zin maken. Dus hoe leuk is dat? Deze was €6,95. En dat verbaasde me eigenlijk. Ik had verwacht dat het eerder €10 of €15 was. Dus nou ja, een mooie deal. En dan heb ik ook nog eens een vraag voor jullie. Hoe doen jullie dat nou? Gaan jullie ook 10 minuten er doorheen door de winkel en denken jullie, nou, dit is het gewoon en ik ga afrekenen? Of ben je wat meer twijfelachtig en ga je bij elk product nadenken, heb ik het nodig? Vind ik het echt wel leuk? Is het het geld waard? Laat even weten hier in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben denk ik wel echt de tweede. En als laatste, dit is zo leuk. Ik hou heel erg van haar, verzorging, make-up. Eigenlijk alles wat met verzorging te maken heeft. En daarom heb ik ook 2 producten van Olsi. Volgens mij spreek je het zo uit. Het is een moisturizer. Die doe je 3 minuutjes in je haar. En dan krijg je dus echt heel erg zacht haar. En een conditioner. Maar hoe lekker is dat? Gewoon lekker onder de douche. Een beetje je haar verzorgen. Dus deze producten heb ik zeker weten meegenomen. En ze ruiken nog eens. Ja, heerlijk. Dus ik zou deze ook zeker weten aanraden. Want het zijn gewoon wat goedkoper dan bij andere winkels. Ze waren 2,95 per stuk. En dan heb je ook nog eens heerlijke haarverzorging. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie denken dat ik ervoor heb betaald. In totaal heb ik nu €57 betaald. Ik ben benieuwd of jij er een beetje bij zat. Zat je meer rond de €30 of dacht je toch echt dat ik boven het budget zou zitten? Ik vond het zelf, ik denk als ik die adventskalender en bijvoorbeeld dat rekje niet had gedaan, dat ik wel bijvoorbeeld bij het bedrag zou komen. Maar het gaat gewoon wat sneller dan je denkt. Ik vond het wel heel erg leuk om te doen. En ik denk als je helemaal snel door die winkel heen gaat, dat je misschien wel andere producten meeneemt dan wat je meestal meeneemt. Dus misschien een keer leuk om te doen. En dan uiteindelijk als je gaat afrekenen, wel goed nadenken wat je nou uiteindelijk afrekent. Goeie tip van mij. Dan was dit alweer de challenge. €50 spenderen in 10 minuten. Ik vond het zelf echt mega leuk om te doen. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie er vanaf zouden brengen. Dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe action video. En dan zeg ik tot dan. Doei doeg!